Yo mensen, ik ben Jeroen. Ik je goedavond. Vandaag beginnen we met een nieuwe serie. Je hebt al de titel aan de thumbnail en hier recht daar zo boven mij. Heb je het al gezien? Het is namelijk Pokémon Heart Gold. Pokémon Fire Red is uitgespeeld, dus we gaan Pokémon Heart Gold doen. En ik vind deze layout best wel vet. Ik kijk naar het design op het tweede scherm, dan layout. Super vet. En je kan hier zo onder mij zien, zo. Er staan badges. Je ziet dat echt fucking veel zijn. Je hebt namelijk de badges. Iedere regio heeft 8 badges. Alleen dit is deze regio. En dan ga je nagaan terug naar de vorige regio. Deze regio heet Johto, die staat bovenaan. En onder staat Kanto, dat is van Pokémon Fire Red. Van het vorige Pokémon Let's Play die ik hiervoor had. Dus je hebt 16 badges die je moet verzamelen. Dat is echt best wel veel. Maar dat gaan we gewoon doen, want ik ben niet bang voor die 16 badges. Ben jij er bang voor? Ben jij er bang? Ga weg als je Nee, wegklik als je bang bent. Nu, ik meen het, ga weg. Ben je bang voor die 16 badges? Ga dan weg. Ik ben hier echt voor de echte mannen, de echte avonturiers, ja? Voor de mensen die er echt veel zin in hebben. Voor hun gaan wij het hier spelen, ja? Dus, ja, Pokémon Heart Gold. Click to start. Ik heb eventjes net, ik weet niet of hij dat heeft opgeslagen. Ik hoop het niet. Nee, hij heeft het niet opgeslagen, mooi. Ik heb eventjes wel lopen rond durven om te testen. Goed, we zeggen no info niet, want we zijn gewoon pro's. Touch, 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 touch. Ik doe al zo, dan heb je die muis niet in beeld te zien. Ja, daar heb ik goed over nagedacht. Goed. Deze standaard gesprekjes in het begin vind ik altijd zo saai. Zo saai. Ja, oké, dat is een Pokémon. Ik heb al 100.000 Pokémon spellen gespeeld. Laat me nou. Dit is trouwens iets heel belangrijks voor deze. Holy shit. De zon begint te schrijnen. Wow, yo. Echt scheef verlichting. Ik bedoel, dan is het hier weer veel donker dan die. Oh, jongen. Wow, scheef verlichting tot de max. Nou, maar ja, het wordt zo meteen toch donker. Dan doe ik je lampjes aan. Dan heb ik alle controle. Goed, als eerste deze heb ik dus op mijn oude. Hele oude. Gamekanaal ook gespeeld. Heel lang geleden. Pokémon wat? JT Gaming Channel, of course. Dat is heel lang geleden. Dat is nu al echt een paar maanden geleden. En ja. Toen was het dus echt moeilijkheid. Toen was het dus gewoon kut. Want ik heb een paar op dat ik eerst 4 afleveringen of zo opgenomen. Toen flikkerde de ding uit. Loopt het vast. Want deze ROM, op een of andere reden loopt heel veel vast. Ik heb ook gehoord, Pokémon of Nintendo DS emulatie lopen soms vast. Dus het moet kut. Maar we zijn een vrouw. Obvious, dat zie je aan mijn lange haartjes. Ik bedoel, zie jij hier? Kijk dit. Ik weet niet of je er iets van zag. Maar mijn haar is op zich op het moment best wel lang. Ik begin een matje achterin te krijgen. Dat wil ik niet. Dus ik moet even binnenkomen naar de kamer. So, you're a girl then? Ja, ik ben een girl. Please tell me your name. Now, my name is H-A-N-T. Ah, wat krijg je dan? Hentai! Juist ja, dat is mijn naam. Awesome, ja. Yeah. Your name is Hentai. It is Hentai. Yeah. Hentai, ben je er klaar voor? Ik ben er zeker weten klaar voor. Ben jij er klaar voor? Huh? Ben jij er klaar voor? En word klein? Boop, 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 boop. En we gaan beginnen in deze game. Goed, we lopen. Je hebt net een beetje rondloop kijken, dus ik weet nu wat precies het begin moet doen. Voor de rest, deze game heb ik nog nooit helemaal gespeeld. Ik heb voor mij mijn record in deze game. Is het maar 2 of 3 badges of zo? Echt helemaal niks. Dus ik weet vrij weinig wat ze hierin moeten doen en hoe en wat en daar. Maar ik weet wel dat we naar de andere regio moeten. En want mijn broer heeft deze game al een keer uitgespeeld. Die ging het allemaal al heel overblijvend blij tegen mij vertellen. Nou, wat kregen we allemaal? We krijgen. Dit was mij net helemaal niet opgevallen. We hebben gewoon een bordje hentai. In de game staan. Ja, dus iedere aflevering kunnen jullie zien dat de hentai in beeld. Oh, dit is geweldig. Dit is geweldig. Alright, ja. I don't give a fuck. Laat me langs. Loop, loop. Goed zo, ja. Goed, dus ik heb nou trouwens in deze geen doorspoelknopje, omdat ik daar geen zin in had. We hebben trouwens voordeel, want het is nu bij mij avond. Het is niet licht. Of niet licht, het is niet donker, want je ziet het licht hier op mij komen. Het is nu 7:15 s'avonds. Maar de game ringt dat als nachttijd. Dus we hebben zo het voordeel dat wij een nachtpokémon kunnen vangen. Want deze game is zo'n dag-nacht dingetje. Dus ja, vandaag. Dat is een beetje een voordeel, op zich. Nou, we hebben veel te blij trainerd. Die mij vrij weinig boeit. Wij gaan gewoon doorlopen. Ik weet dat we hier naar binnen moeten, maar ik zie hier nu een ginger naast staan. Dus ga even met die ginger praten. Hey. Dus ja, ik ben een ginger, ik ben verdrietig. Oh. Ik mag hem niet. Ah, ik ga hem sowieso slaan. Voor mij werd hij onze rivaal in de game. Maar ja, we noemen hem nog een kut ginger.
Als dat zou passen, ga ik zo blij. Word ik zo blij als dat past, joh. Oh. Dat zou echt genius zijn als dat erin past. Na 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 na. Geef mij een motherfucking Pokémon. Geef me gewoon die Pokémon, vriend. Geef mij gewoon die. Oh, jongen. De telefoon! Oh, ja. Oh. Hey, gekke professor. Er staat een gentje buiten het raam te kijken. Misschien moet je hem even wegtrappen of zo. Het staat niet echt cool als hij daar. Ja, oké dan. Ik weet trouwens niet hoe het zit in deze game met rivalen, want net zag je dus de jongen lopen daar. En loopt hij automatisch naartoe of denk je, ja, het zal wel. Goed, wat wij gaan doen is wij kiezen. Oké. Chikorita, lame. Totaal cool, maar gaan we niet doen. Wij kiezen voor Cyndaquil, want Cyndaquil is de epische baas hierin. Oh! Oh, Cyndaquil is de epische baas. En natuurlijk gaan we een nickname geven. Wat wij doen is, wat ik al van tevoren heb bedacht. Ik zag het bij een andere YouTuber. Ik dacht van, hey, dit is een motherfucking goed idee. Oh, kut, nu heb ik. We noemen hem Zuko. Als vernaming naar The Legend of zeg ik bijna The Legend of Zelda. Zuko. Als vernaming naar The Legend of Ankh, The Last Airbender. Zuko. Dus we hebben hier nu Zuko. En ik ben op zich wel blij met Zuko. Mooi vuurpokémon, daar kunnen we een mooi goed beginnetje mee maken. Dat is gewoon chill, vuurpokémon zijn chill. La la la. Ja, oké. Geen idee wat de fuck wat allemaal wordt gezegd. Ik geef boeit mij gewoon in wat hier wordt gezegd. Wel mooie muziek op de achtergrond, dan moet ik wel eventjes toegeven dat de muziek op de achtergrond wel heel erg mooi is. Ja, dat vind ik wel een mooie muziek, ja. Hentai. Hentai obtained potions. Oh shit. Ja, daar hebben we daar gewoon weer potions gekregen voor, hé. Gewoon in de baan. En wat geeft het buiten aan? Dit is echt dikke party muziek. Goed, dat is alweer genoeg party voor vandaag. Dit is wel mooi. Oh, ik heb vandaag ook lopen dansen in een video op Edel die komt. Geniale video. Je moet hem gewoon kijken. Dat is ik weet niet of het nou Jeroen versus Wouter is of Wouter versus Jeroen. Ik zou zeggen Wouter versus Jeroen, want dat klinkt mooi, hè. Maar voor mij zit in de thumbnail Jeroen versus Wouter. Nou, het zal wel. Het is gewoon ik tegen Wouter. En in de deel 1, daar heb ik gedanst. Dus spoiler, wie er weer in de eerste. Goed, ja. Oh, wacht. Dat had ik net bij de testronde gezien. Hij zei dat ik hem aan mijn moeder moest laten zien. En waarschijnlijk ging mijn moeder dan nog iets vergeven. Want ja, dat heb ik dus in die testronde gezien. Oh, Hentai! Wat een leuke Pokémon heb je daar! Oh, mijn frisse. Nail dit, Jeroen! Professor Elm moet het vast aan jou hebben gegeven. Oh, Professor Elm. Het desk voor jou to Oké dan. Fuck die ondertiteling. Go. Here we go. En pokertje. Oh ja, die kuttelefoon. Dat weet ik nog wel. Dat ding is echt gruwelijk irritant. Dan word je dus gebeld door je ouders of door de professor. Maar nooit door een boeiend persoon. Zo van, hey. Ik heb Oh. Wauw, ik had dus net geklikt op ja, ik weet hoe die werkt. En nu klik ik op nee, werkt niet. Ik krijg allebei precies hetzelfde. Jongen. Goed, in ieder geval, Britney's. Heb je eens bij een nieuw Barktown. Voor mij was er aan de rechterkant trouwens dat je daar Shiny Gyarados kan vangen op het einde van het spel. Of aan het einde van het spel, ik weet niet of het einde is, maar ergens in het spel. Ja, Professor Boompje, loop me deur. I almost completely forgot about this. Hier heb je hem. Oh shit, dit is een pedofiel. Gaat dus een beetje. Neem mijn nummer, alsjeblieft. Neem
mijn nummer. Nee, ik wil jouw nummer niet. Gekke kaal oude man. Die eigenlijk helemaal niet kaal is, maar hij heeft een beetje hier op zijn voorhoofd heel erg kaal. Dus ik noem hem kaal oude man. Heb je daar problemen mee? Jammer dan, dit is mijn let's play en ik ben de baas. Dus ik bepaal wat hier gaat gebeuren. Daarom lopen we dus nu ook lekker door het gras. En we komen iets tegen. En wat komen we tegen? Het is een enige echte Pidgey. Hebben wij Pokeballs? Zuko, yo. Hebben wij Pokeballs? Want dat is wel belangrijk. Oké, dan gaan we gewoon in één klap vermorzelen met mijn tackle. We tackelen hem helemaal neer. En we hebben dus denk ik nog 2 tackles nodig, omdat niet naar geel gaat en geel is de helft. Vandaar, tenzij het een critical hit is. Zie je? Dat is, tackle. Dat is het enige wat ze kunnen, hè? Het enige wat ze kunnen is zo tackelen. Ja, dat vind ik ook niet heel leuk. Maar ja. Hey. Yo, low. Dus, ja, en hop, en hey, en hotse flotse snitsbezen. Goed, dit is echt, ik moet echt snel de running shoes krijgen, man. Dit is een trainer, wil ik niet tegen vechten. Dit is Sudowoodo. Nee, ik weet niet. Sommige eens zo'n boompje ergens in het spel is een Sudowoodo in plaats van een boom. Ja, dat zei ik goed. Ja, ik zeg het even dat ik verkeerd om zei. Maar het is eens zo'n boompje in het spel is een Sudowoodo in plaats van een boom. En dan moet je hem hakken en dan kan je een Sudowoodo krijgen. Dus dat weet ik wel. Verder weet ik vrij weinig, zeg maar gelijk aan niks over het spel en wat er allemaal gaat gebeuren. Dan weet je dat ook weer. Dus ja, hier naar boven of ja, niet naar boven hoop ik. Ik moet trouwens onder nog wel even zoeken naar die Noctail. Is het Noctail of is het andere? Nou durf ik het niet met zekerheid te zeggen, maar ik weet wel dat er met nacht andere Pokémon's rondkomen. Zo is het ook bij Eevee, als je hem laat evolueren op een bepaalde manier. Dan kan je overdag een Espeon verkrijgen en overnacht en s'nachts een, hoe heet die andere? Weet ik veel. In ieder geval, de een is Dark Type en de andere is Psychic. Op zich wel grappig. Ik heb trouwens ook wel een beetje rond zitten kijken van, oh, dit wil ik in mijn team, dat wil ik in mijn team. Maar alle motherfucking coole Pokémon's die in deze generatie bij zijn gekomen. Dit is mijn favoriete generatie. Die zitten allemaal boven zich en denken van, oeh, die is cool. Die wil ik wel in mijn team. Die zitten dus gewoon pas, voor mij, die zitten in de Safari Zone en al die meuken. Safari Zone is in de Kanto regio. Dus het is pas over de helft van het spel. Voordat ik die kan krijgen. Dus dat vind ik niet zo leuk. Dan weet je dat... Oh, ik zit op de verkeerde knop te drukken. Dan weten jullie dat ook alvast weer. Dat ik dat wat minder vind. Of wat minder vind ik gewoon kut. Gewoon, ja, dat kan ik gewoon omschrijven in een paar woorden. Het samenvat in één woord. En dat woord bestaat uit 3 letters. En dat is K-U-T. En andere woorden kut. Ja, niet een andere woorden. Dat is gewoon het woord dat ik spelde. Jeroen! What the fuck ben ik doen? I have no fucking clue. Goed. Ja, dan gaan we hier naar links. In plaats van naar boven. Dan komen wij hier bij wat gras uit, waar een bosjesman in zit. Ja, ja, kijk, hier komt hij. 3, 2, 1. Nee. Ik ga er toch even uit, want dat vind ik niet zo chill. Wat hebben we hierboven? Oh, er zit een boompje, een gek boompje met een dingetje op. Voor mij zit er een berry in zo'n boom. Fuck off, bitch. Maar, ik ga je slaan. Maar als ik een pokeball had, had ik eentje gevangen. Maar ik heb nog geen fucking pokeballs, dus dat is kut. Ik kom op zoek, we lopen gewoon even door. Zo. Oh, wat? Oh, oké, dan niet, zou ik zeggen. Dan YOLO. YOLO. Goed, dit is een bordje, dus dan zijn we hier bij een de. Oh, gewoon nog een stad, oké. Ik dacht dat er nog een bordje voor zat of zo. Nee, die is een kelo. Man, nog eentje. Goed, ja, oké. Dat is, oké. Volg mij. Oh, moet ik je zelf achteraan lopen of loopt hij zelf? Oh, I'm sorry, I forgot. Krijg ik nou running shoes? Please, give me some running shoes, bitch. Sowieso krijg ik op het einde dan pas van, haha, jouw running shoes, die krijg je nog niet. Fuck jou. En dan is van, maar ik wil running shoes. Zoiets wordt het dan ongeveer. En dus vandaag, dit is de Pokémon markt. En in de Pokémon-markt gaan wij Pokéballs kopen. Dat lijkt mij ten eerste een strak plan en ten tweede een strak plan. Je ziet trouwens als ik loop wat zwarte puntjes over het scherm heen gaan, maar dat heeft te maken met emulatie. Dat die een beetje securiteit in vertoont.
Maar voor mij is het overdag, als het wat lichter dingen zijn, worden het voor mij witte puntjes of zo. Dat zie je sowieso een stuk minder. Dacht ik. Dat weet ik niet zeker, weet je. Ik gok maar iets. Het kan er helemaal niet zijn. Dan heb ik het nou helemaal verneukt. En dan zeg ik, Jeroen, fuck jou. Het is helemaal niet waar. Dan is het van, sorry, ik ben ook maar een mens. Sorry dat ik besta. Zo wordt het dan ongeveer. Dus ja, zeg dat niet in de comments van Jeroen, je bent gewoon stom. Het is ook gewoon zwart overdag. Het is gewoon, het ligt aan emulator. Je bent een kut emulator. Nou, dankjewel. Running shoes. Kijk, dat is handig. Ze staan hier ook in. Stonden dat er net ook in? Of heb ik hem in dat... ze zijn hier nou net ingekomen. Moet ik dat... wacht. Kijk, daar schrijf je sowieso al. Kijk, dan als we dan B gedrukt houden dan... gebeurt er niks, oké. Okay. We rennen gewoon als standaard. Kijk, dat is sowieso echt al hartstikke nice. We gaan even met die Aidshoofd praten. Oh, hij is blij. Zuko is doing its best to keep up with you. Oké, mooi. We gaan Pokeballs kopen. En dan gaan we eventjes een Pidgey vangen. En we gaan een Noctil dinges vangen. Nou, laten we eens gewoon eventjes iets gaan kopen. Wat is dit alles wat ik kan kopen? Wat heb je even kutwinkel, hé? Fuck jou. Boy. Wat heb jij kutwinkel, zeg? Je hebt ineens pokeballs erin zitten. Oh ja, ga maar... Fuck, ga maar gewoon netjes weg. Hé? Hé? Dat vind ik niet leuk, hé? God, wat moet ik hier nou doen? Moet ik zeker het Pokémon Center even inlopen? Even, sowieso is het handig om even te healen. Maar ja... voor mij was het nu in de game iets dat ik weer terug moet lopen. En dat dan zo, dan krijg ik dan iets en dan kan ik dan pokeballs kopen. Weet je, net zoiets als bij Fire Road. Ja. Wat op zich wel grappig is, dat ik nou de remake van Red heb gespeeld. En speel ik de remake van Gold, de generatie erna. En de generatie hier weer na is Ruby, Sapphire en Emerald volgens mij. Als ik me niet vergis, hè. En... als dat zo is, ik kreeg nog gisteren even in al die huisjes hier trouwens. Als dat is, dan is er binnenkort dus een remake voor de 3DS van de derde generatie. Voor mij is het serieus de derde generatie, ik kan even niet bedenken wat er anders tussen moet. En dat is grappig, dan heb ik, als ik die dan ook ga spelen, want ik eerst een 3DS heb met opnamefunctie, wat eerst wel 2.385 euro kost. Maar dan zou dat op zich ook wel grappig zijn als dat ze kunnen. Heb je nou een map? Uit de map kwijt. Right. Dit is eventjes voor mij iets heel handigs, want ik had helemaal opgezocht welke Pokémon ik wou hebben. Nou kan ik eventjes voor zekerheid zeggen hoe en wat en waar en wanneer en... appeltaart en ja, hier hebben we een kaart en dat is dit, dus kijk hieronder, dit stukje hier, jullie zien het echt heel slecht, heel klein, daar gaat in ieder geval de weg terug. Oké, okay, we hebben hier dus route 29, hier hebben we route, waar staat het nou, dit is route 30. Goed, ga ik heel eventjes zo, deze Pokémon is op route 44, deze op route 10, dit is dus heel laat pas, deze op 19, de route 40 en een hele hoop andere stadjes. Deze is op route allemaal 24, 25, 34, 35, ja. Deze is 5, 6, 24, 25. Als ik gewoon 24 of 25 kan vinden, hey. Super tof. Route 31... 32, 34. Hier was dus een van de dingen op een lijstje te pakken, hier die ook. Waar is van allemaal onder de 20, zeker pas echt. Zit er dan zeker op de andere regio. Hier is trouwens nog een route hier, deze. Ga je naar links toe en dan zie je de andere Pokémon gebiedje. Hier is trouwens iets helemaal links en dit is Safari Zone Gate. Hier is dus ook Safari Zone, maar er zit zo... wat krijgen we hier dus? Oké, okay. I guess. I don't know. Maar. Ik kijk de tijd van deze aflevering. Ik denk dat het gewoon een mooi einde is van deze aflevering. Dus vond je het nou leuk? Vond jij dit een vermakelijke video? Hey.
Dan heb ik iets heel leuks van jou te melden. Dan kan jij mij heel blij maken door een duimpje omhoog te geven. Deze video te delen met de hele wereld. Door hem op Twitter naar mij te tweeten zou best wel awesome zijn. Zo van, ik vind deze video leuk. Van Edco, dat retweet ik allemaal. Ik meen het, als je zo'n tweet aan hebt staan, dan retweet ik het altijd. Gewoon gratis promotie van mijn kanaal, dan gratis promotie van mijn video. En dan retweet ik het, dan is van, oh god, bezweer een retweet van mij. Hey, doe dat. Dan heb je gegarandeerd een retweet van mij. Misschien in de toekomst niet meer, als dit 11, 2 jaar is of zo en ik heb in één keer 20.000 abonnees. Dat zou best wel vet zijn. Ik zou heel blij zijn als ik over 2 jaar 20.000 abonnees heb. Serieus. Ik heb er nu, ik zal even kijken, live, speciaal voor jullie, hartstikke live, op Kodaaf net 300 en op Kodaaf Games, ook echt precies 300. En op Kodaaf Games heb ik 273. Dus ja, als jij dit 2 jaar in de toekomst kijkt, weet je, in het jaar 2016, op 18, wat is het, juni nu? Ja, 18 juni 2016, precies 2 jaar na het opnemen van deze video. Dan, ja, gefeliciteerd. Als ik 20.000 abonnees heb, wil jij bij deze niet 1 miljoen. Want dadelijk gebeurt het echt en dan ben ik 2 miljoen kwijt. En ik heb sowieso geen 2 miljoen over 2 jaar. Ik weet zeker dat ik nooit zo rijk zal zijn. Dat ik gewoon even 2 miljoen kan weggeven. Dat lijkt me geen goed plan. En in ieder geval, ik lul veel te veel en veel te lang door. Gewoon eind van dit video delen met vriendjes en vriendinnetjes en leraren op school. Die moeten het allemaal meteen met alle leerlingen die ze lesgeven. Kijk, dat is een goeie. Dat is gewoon een goed verspreid puntje. Dus ben je een leraar op school? Delen met al je leerlingen. Abonneren, liken, doorklikken. Op het einde een mooie outro achter. Als het goed is, zit hier een outro. Als er geen outro achter zit, dan ben ik gewoon lui geweest met editen. Waarschijnlijk niet, want ik moet toch die zin dat ik wil in de layout editen. Dus in ieder geval, bedankt voor het kijken. Hopelijk zie ik jou de volgende keer weer. En dan zeg ik van, laat hier! Ik weet niet waar dit op slaat. In ieder geval, doei.